De Hanze Hogeschool gaat de komende 2 jaar de studie- en sportmogelijkheden voor topsporters verbeteren. Momenteel volgen zo'n 70 topsporters op nationaal en internationaal niveau een opleiding op de Hanze Hogeschool. Sinds kort hebben deze sporters een speciaal aanspreekpunt om hun individuele wensen mee te bespreken. We hebben een prachtige studieregeling voor studenten waarin zij hun tentamens op een ander moment mogen doen als dat nodig mocht zijn. Hun eigen rooster samenstellen en aanspraak kunnen maken op een beurs. Dat wil zeggen, zij doen wat langer over de studie en krijgen dan een tegemoetkoming in die kosten. Dus dat is op zich al een fantastische regeling. Margriet de Schutter schaatst naast haar studie op een hoog niveau. Zij is een van de studenten die nu topsportondersteuning krijgt. Margriet, jij bent een van de topsporters die les heeft op de Hanze Hogeschool. Hoe vind jij dat het nu geregeld is voor topsporters? Eigenlijk word ik er heel erg blij mee hoe het op dit moment gaat. Ik heb een persoonlijke begeleider, topsportbegeleider, waar ik altijd terecht kan als het is of als ik wedstrijden heb. En ja, dat is gewoon super. Ondanks dat veel studenten tevreden zijn over het huidige beleid, gaat er toch nog wat aangepast worden. In dat hele stukje studieregeling denk ik dat het goed is dat op alle schools van de HG dezelfde regels gelden en dat dezelfde faciliteiten worden geboden. Dat is nu nog niet altijd zo. Dus die regeling moet gewoon bekender worden. En het tweede is dat we daadwerkelijk de sport willen ondersteunen, omdat we beschikken over een geweldige accommodaties waarvan alles mogelijk is. Van bewegingsanalyses tot en met krachttraining, tot en met hulp bij fysiotherapie, voeding en diëtetiek. Er is gewoon veel meer mogelijk. Maar dat kan ik alleen maar toejuichen. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor de ruim 70 andere topsporters binnen de Hanze Hogeschool. Ik denk dat iedereen daarbij gebaat is. Ook het bedrijfsleven, dat er gewoon getalenteerde topsporters, maar ook met een mooie carrière in het bedrijfsleven kunnen komen. En dat kan ik alleen maar beamen. Het is natuurlijk niet voor niets dat het beleid aangepast wordt. We hopen in ieder geval te bereiken dat topsporters meteen denken, hey, topsport en studie, dan moet ik naar de Hanze Hogeschool in Groningen, want daar heerst een heel topsportvriendelijk klimaat. He, dat is een van de belangrijkste dingen. We willen dat topsporters in de hogeschool gezien worden en dat ze ook erkend, herkend en gefaciliteerd worden. De Hanze Hogeschool heeft 2 jaar de tijd om het topsportbeleid verder bij te schaven.